Dus u gaat ook niet akkoord met een ontbinding van de Nee. huurovereenkomst. Dat betekent dat de dreiging er is dat Vestia een advocaat gaat inschakelen, dat u een dagvaarding in de bus krijgt Ja. en dat u naar de rechter toe mag Ja. om uit te leggen waarom deze woning niet gesloopt hoeft te Ja. worden. Wat gaat u die rechter dan vertellen? Nou, dat ik in een goede woning zit, dat ik niet in een krot zit. En ik heb helemaal geen gebrek aan deze woning. Nee, en het is een. Hoe lang woont u hier al? Mijn hele leven, ja, 73 jaar hier en 6 jaar hier verderop. Ja. Dus met andere woorden, vorig jaar, begin juli, toen. Zag ik die 72 jaar? Ja, en toen werd dus medegedeeld wat Vestia en de gemeente van plan zijn. Ja. En dat. Hoe is dat bij u binnengekomen? Nou, is een mokerslag. Niemand had erop gerekend. Nee. En daarna is dus de wijk actie gaan voeren. Ja. Hebt u het vermoeden dat die actie, dat het actievoeren nog wat gaat helpen? Ja, ik hoop het wel. Ja, we wachten af. Ik hoop het wel. Ja. En er zijn natuurlijk al behoorlijk wat mensen vertrokken. Nou, dat valt wel mee hoor. Er waren 14 dagen geleden waren er 72. En nou we hebben het weekend zag ik, want zei ik nog tegen Aad, zag we er twee gaan, daarheen en daarheen. Maar het gaat niet, echt niet zo hard hoor. Maar wij willen van Vestia, wij wel willen weten hoeveel er al weg zijn. Maar ja, dat over die 600 ja. waren, nee, dat zeggen ze niet. En kunt u dat begrijpen dat ze dat niet zeggen? Ja, tuurlijk. Ja. Want ze zijn nu bezig, we zeiden het gisteravond, dus ze zijn een smerig spelletje. Wij hebben een huurderscommissie, dat hebben ze nu aanvaard, Vestia, 14 jaar geleden. Maar dan gaan er van ons vandaan, wij zitten met die huurderscommissie, meestal 14, 15 man, zo apart, hè. Maar van die groep, dan kan je niet die hele groep naar Vestia, dus er zijn er 5 of 6 die dan bij Vestia een gesprek hebben. Nou, als eerste ene, die Nettie, die kreeg een paar weken terug een woning ineens aangeboden, terwijl ze helemaal niet heeft getekend. Maar die zit in dat groepje wat bij Vestia gaat praten voor ons. Ja. Nou, heb ik net aan de lijn gehad, uit de Tweebelstraat zei, die heeft nu een woning aangeboden gekregen in de Zwedenstraat. Toen belt ze me net op, toen zegt ze, ik heb het even op het internet opgezocht wat ik aangeboden heb gekregen. Ook niet getekend, niks, maar die zit ook in die groep, die behunk, en die willen ze uit elkaar trekken, joh. Die, willen, ja. die huurderscommissie willen ze proberen uit elkaar te... Ze zeggen, heb ik gezien op internet, die woning van de Zwedenstraat, die is uit 1926. En is die, is die beter of... Wel nee, ze zegt het is een gerenoveerde woning, maar het is 1926, waarvoor moet ik dan weg? Ja. En is bekend hoe lang die woning nog blijft staan? Of? Nee, dat wist ze ook niet, want ze zeggen, dan ben je net daarheen. Ze zeggen, ik ga het echt van mijn leven niet naar Bloemhof. Ze zeggen, maar hoe komen ze erbij? Want ze zeggen, ik heb helemaal niet getekend. En die net, die had dat ook, dus wij zeiden gisteravond... Ze zijn nu bezig, die 5 of 6 die bij Vestia komen, om die iedere keer een woning aan te bieden. Om dat uit elkaar te trekken. Hm. Dat denken wij. Ze rijden de Afrikaanse wijk weg, gewoon hier moet het opgekrikt worden. Ja, ja. Hallo. En dan ga je naar Bloemhof. Ja, klopt. Maar ik begrijp er echt niks van. Hè? Wat was precies de bedoeling van een bustour? Nou, Vestia stelde dan voor, want ze wilde het vertrouwen van de mensen inwinnen. Om een bustour, omdat iedereen zegt, ja, ik wil verhuizen in de Afrikanenwijk. Nee, dan wil ze een bustour naar IJsselmonde en naar... Hoogvliet. Nou, ze gaan die buitenwijken ons laten zien dat het daar ook mooi wonen is. Ja. Nou, of wij achterlijk zijn of zo. Maar daar is gelijk nee tegen gezegd? Ja, tegen daar is gelijk nee tegen gezegd, ja. Dus die bus hoeven ze niet nee, te huren? Nee, die hoeft niet te huren. Die chauffeur blijft thuis. Ja. Ja. Ja, het getuigt misschien van de goede bedoelingen van Vestia. Ja, dat staat er toch ook in. Ze hadden aan die klankbordgroep gevraagd hoe ze nou het vertrouwen van de mensen terug kunnen winnen. Ja. Nou, is dat wat?